Goeiedag. Leuk dat je kijkt. Goedemorgen, het is 9 uur 's morgens, Valentijnsdag, 14 februari 2019. Ik ben al een tijdje onderweg. Maar het eerste stuk dat hebben we al flink op beeld staan, al een paar keer. Dus ik ga dit vanaf nu online zetten. Vanaf Amsterdam-Westpoort, hier heb je de afslag IJmuiden, daar rijden we nu, afslag 2. Die pakken we normaal gesproken om de Westpoort in te gaan. Maar daar gaan we dus nu niet heen. Dus we gaan nu zeg maar vanaf Amsterdam-Westpoort richting Zwaagdijk-Oost. Daar moet ik een vrachtje lossen. En dat is een leuk ritje. Het zou ongeveer 3 kwartier in beslag moeten nemen als er geen gekkigheid komt. En geloof me, ik heb vanmorgen al heel wat gekkigheid gehad. Ik dacht namelijk lekker op tijd te zijn. Ik wil eigenlijk een uurtje eerder aankomen om misschien even wat eerder te kunnen lossen. Om zo wat drukte op te kunnen vangen, tijdtechnisch gezien. Maar ik heb net anderhalf uur in de file gestaan. Anderhalf uur in de file gestaan, je hoort het goed. Op de A4. Ik moest vanmorgen een oplegger aankoppelen in Benthuizen. Ja, meestal rijd ik weer daardoor, maar dat ging nu eventjes niet. Dus ik ben vanaf Benthuizen naar Hazerswoude-Dorp richting de Rijndijk gereden om daar de N11 te pakken en zo de A4 op te draaien. Nou ja, op busweg geen probleem. Maar eenmaal op de A4 kwam ik al redelijk snel in de file terecht. Want dat was bij het Brugrestaurant, vlak voor Schiphol, was er een gigantisch ongeluk gebeurd. Er waren 2 personenauto's en een vrachtwagen bij waren betrokken. Dat is natuurlijk verschrikkelijk genoeg. Daardoor raakte ik gelijk mijn tijdwinst helemaal kwijt. 1 uur en 20 minuten extra reistijd had ik daardoor. Dus dat op tijd aankomen, dat zat er niet in. Ik had een half uurtje file ingecalculeerd. Eigenlijk aankomsttijd zou 8:30 zijn. Het is nu aankomsttijd 9:50. Nou, dat is leuk. Er moet er niets geks gebeuren, anders red ik het niet. En ik heb om 10 uur een losafspraak. Dus in wezen is er nog niks aan de hand. Maar het is wel zonde van de tijd die ik had willen winnen. Het is prachtig weer zoals je ziet. Het zonnetje schijnt. Het is nu 4 graden. We hebben een beetje nachtvorst gehad vannacht. Voor vandaag weer een hele mooie dag te worden. Dus we gaan meemaken. Thank you.
Zwaagdijk Oost, waar ligt dat? Nou, de kop van Noord-Holland. We gaan straks afbuigen richting Horen. En dan Horen voorbij. Kleine 45 kilometer. Vanaf Benthuis is het zo'n beetje 100 kilometer. We zijn nu op de A10. We gaan nu de Koentunnel in. Ik heb natuurlijk een beetje een beeld recht in de Koentunnel. Ja, dat gaan we redelijk. Ik heb gas losgelaten, vloeistofrol losgelaten en dan halen we de 100, tikken we net aan als ik hem in de vrije val aan het lopen, op 1 zelfs. Waarom doe je dat? Je mag er maar 80, ja, maar ik maak een gangetje zodat ik ook een makkelijker boven kom. Kijk, je ziet het. En dat spaart dan weer brandstof uit. Als ik met 80 naar beneden ga, dan heb ik lang die snelheid niet. Om weer omhoog te komen en dan kost me dat veel meer brandstof om dus weer omhoog te komen. Leeuwarden, Purmerend, Zaanstad, dat volgen we nu. Even niet achter het stuur, rust pakken en even lekker tijd voor andere dingen. En als ik het goed heb, wordt het voor het weekend lekker weer. Graad of 15. Dat betekent dat ik lekker in de tuin kan gaan zitten ofzo. Of bijna in de tuin zitten, met een lekker pilsje erbij. Heerlijk.
ziet aan de andere kant nog een beetje file staan. Je zit nog nasleep van de ochtendspits. 9:15 is het. Ja, dan is het eigenlijk nog volop druk. Ik hoop echt dat wij verder geen file meer gaan krijgen, want anders kom ik niet op tijd op plaats van bestemming. Ik heb al 1,5 uur file gehad bijna. 1:20. Terwijl ik een 1/2 uurtje had ingecalculeerd. Om 1 uur te vroeg aan te komen, om misschien wat eerder te kunnen lossen. Om wat tijd te winnen, zoals ik al eerder zei. Dat is mislukt. Dat voelt een beetje alsof je voor je lul vroeg je bed uit bent gegaan. Wat had er nou gebeurd als ik gewoon 1 uur later was vertrokken? Nou, dan was het, had ik 7:30 vertrokken. Dan was ik 8 uur weggereden bij de plek waar ik de opleg heb aangekoppeld. Had ik ook de kennis gehad dat er file stond, dan had ik dus een andere route kunnen kiezen. Dan had er waarschijnlijk niet eens zoveel aan de hand geweest. Ik ben op tijd gekomen. Ja. Had ik dus 1 uur langer op bed kunnen blijven liggen. Jongen, joh. Risico van het vak. Liever achter een ongeluk dan dat ik er middenin zit. Zo is het ook. Wat reacties gekregen op die vlog die ik hiervoor gepost heb. Er is zelfs een poll opgezet. Ik had namelijk Bernard van Ed Help Zomertijd erin vernoemd. Die had namelijk gezegd dat hij liever zelf achter het stuur zat en die heeft een poll online gezet op Twitter of hij mij een keertje les moet gaan geven. Nou, die poll die loopt nog. Die loopt nog 1 uur of 10 volgens mij. En aan de hand van die uitslag gaan we dus kijken of hij daadwerkelijk een keertje een dagje komt sturen. Nou, als dat gaat gebeuren maken we daar uiteraard weer een vlog van. Ik ga hem vandaag eventjes bellen om te vragen hoe en wat. Dat doen we dus later in de middag, als er wat meer bekend is over de uitslag. Voorlopig stond het net, toen ik keek, op 61% ja. Dat mensen vinden dat hij mee moet gaan rijden. Dat hij moet gaan rijden. En Bernard is iemand die is net als ik een groot fan van het programma Zomertijd op Radio 10. Elke dag tussen 4 en 7, elke werkdag tussen 4 en 7. Middags. En hij zet zich daarvoor in. Hij heeft daar de Twitter-account voor. Helpt mensen daarmee. Helpt de crew mee. Regelt volgens mij ook nog eens een keertje de t-shirts. Verloot zelfs t-shirts via Twitter. Nou, hartstikke leuk, weet je. Ik heb hem een paar keer ontmoet tijdens de Zomertijd Barbecue. Waar ik al 2 keer aan heb mogen schuiven. Altijd erg gezellig. Ja, nu dus dit initiatief, kijken of dat wat gaat worden, lijkt me wel heel erg gezellig. Maar we gaan het meemaken. Inmiddels in de buurt van Purmerend.
Purmerend. Ja, Purmerend. Purmerend Zuid. Een heel pardon. Noord-Holland is prachtig rijden. Het is op zich een mooi gebied. Hele mooie binnendoorweg naar Enkhuizen gaat. Daar hoef ik dus niet heen nu, maar ik kwam helemaal binnendoor. Dat is ook wel leuk om te rijden. Zie ik nog eens een eerste keertje wat. Misschien voor een andere keer. Dan even mijn zonneschermen zakken. Ik ga de zon weer een beetje tegen. Vanmorgen Harry van Nieuwenhoven nog eventjes tegen in de file. Passeerde ik, al eventjes kort gesproken door het raam. Harry van Nieuwenhoven, ja, bekijk de vlog maar, dan weet je hoe het zit. De vlog is het vorige videootje. Videootje nummer 8. Dit wordt videootje nummer 9 als het goed is. En het zal nog goed gaan. Het is gewoon weer een ritje. Als ik iemand die reageerde van jeetje, vlogs van ruim een uur of van een uur. Nee, dat zijn geen vlogs. Dat zijn ritjes. Dat ik er tussendoor lul, dat is heel wat anders. Dat je zei dat ik ze informatie of mijn bek maar een duit te geven. Maar vlogjes die gaan denk ik niet langer duren dan 5 minuten, want dat is veel te lang. Dat het een uur laat duren, dan kijkt er niemand meer. Zou ik ook niet kijken. Lekker kort aan bondig zijn. Ritjes gaan me echt duren om de ritjes, om het ons te kunnen herbeleven. Het eerste stuk had ik eigenlijk ook wel gefilmd, maar er kwam zo verschrikkelijk veel file in voor dat ik dat maar achterwege heb gelaten. En dan daarbij hebben we dat stuk toch wel eens gereden. Dus is dat niet boeiend om dan nog een keertje te zien. Dan kan je beter een vorige video opstarten. Vanaf Waddinxveen naar Amsterdam-Westpoort. Over de snelweg of binnendoor. Dan heb je ze allebei te pakken. Dus het is nu veel leuker om dan vanaf de Westpoort naar Zwaagdijk te rijden. Het is hier gelukkig rustig op de weg. Daar ben ik heel erg blij mee. Want ik kan me eigenlijk geen file meer veroorloven, anders kom ik niet op tijd. Ik heb gewoon een losafspraak om 10 uur. Ik vind het ook echt erg verbazingwekkend dat ik dan ook nog maar net aan ga redden. Ongelooflijk. Zo vroeg vertrokken. Ik ben er nog steeds niet over uit. Gewoon 1 uur en 20 minuten in de file gestaan. Erbij, hè? Parkeerplaats is wel open. Ja, daar zijn ze aan het.
wachten. En dan is het nog maar 6 graden. Nou, als het een graad of 15 warmer zou zijn, dan is het 21 graden. Dat vind ik een stuk aangenaam. Dan kan je het raampje openrijden, het dakluikje. Want het dakluikje bij mij wel vaker uit hoor. Want als je het een beetje warm hebt, dan gaat het dakluik open. Zonder richting aan te geven, zo gewoon naar rechts. Nou hoor, goed zo Boekel, goed bezig. De luiheid van de chauffeurs kruipt er aardig in, hè? Probeer het toch altijd wel te doen. Weet achterop komt het verkeer ook een beetje waar je heen gaat. Ik moet ondertussen zeiken als een paard. Dus als ik straks een parkeerplaatsje tegenkom, ja, kom er net eentje tegen natuurlijk. Stom, ik moet dan even af moeten gaan. Nou, ik red het nog wel even. Maar ik krijg er straks volgens mij nog eentje, vlak voor Horen. Kilometer 5-6. Dan ga ik heel eventjes de tijd pikken om even een sanitaire stop te maken. Want ik heb geen zin in natte voeten in die cabine hier. Zetten doe ik dan ook liever niet, want dat mag ook trouwens niet. Maar het is ook gevaarlijk, hè? De vrachtwagen is best wel breed. En als ik dan op de vluchtstrook ga staan en iemand zit lekker in zijn telefoon een beetje te klootviolen, wat echt heel veel gebeurt. En die gaat even over een streepje heen, ja, dan vliegt hij zo op die auto. In uiterste noodgevallen zal ik de vluchtstrook gebruiken. Nadere afslag A van Horen.
uitzien. Hè. Ik heb ook weer naar Erik gewaard om het best in Schwarmoude. Doorsteekje maken die kant op. De normale route naar Erik gewaard is natuurlijk via Alkmaar. Maar hier vandaan kan je er ook heen. Tenminste, de normale route bij ons vandaan gezien. Waar het niet voor is. Parking. Daar even mezelf even lossen. Dat is mooi, dat komt best uit. Log hè, dat rechts de plaatsen voor de personenauto's. De vrachtwagen staan en links staat helemaal niks. Echt fantastisch. Zo. Ik zeg tot zo. Dat lucht op. Ja jongens, dat hoort er ook bij het leven van een vrachtwagenchauffeur. Je hebt geen toilet aan boord hè. Als je natuurlijk heel dag op je kantoor zit, dan loop je even naar de toiletruimte. En dan is het weer geroggeld. Maar ja, wij moeten het er even anders op zien te lossen. Ben je dan aan het wildplassen? Ja, zeker. Hier wel. Krijg je dan een vieze handen? Nee. Je hebt vanmorgen gedoucht, hè? Ja. Dus het gaat natuurlijk niet over een blauwe wijn staan te zeiken. Dat ook niet. Krijg je dan geen boete? Nee. Wildplassen wordt alleen maar beboet binnen de bebouwde kom en niet erbuiten.
zeg maar. Dus dan weet je dat. Je kan buiten het bordje van buiten kom als je moet plassen. Ja, dat is natuurlijk niet hoe het hoort, maar je zou in principe kan je dat doen. Als je man bent, dan doe je dat wel even wat makkelijker als dat je vrouw bent. En er zijn ook steeds meer vrouwelijke chauffeurs. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe die dat doen. Die hebben waarschijnlijk een beter management erin of zo. Of een plastuitje. Plasgrootje, weet je dat? Een plastuitje, weet ik hoe dat heet. Werkt natuurlijk ook, hè. Ook in de vrachtwagen niet even eens de poes op de bak zetten, dat gaat niet. Nou, bijna bij de afrit waar we eraf gaan. Dat is volgens mij de eerste volgende afrit 9 Noord. Horen Noord eigenlijk moet ik zeggen. Zo, misschien niet. Dan gaan we zo richting Zwaagdijk. Nieuwe weg. Tenminste, de weg was er al, maar die is een beetje vernieuwd. Dat is een weg waar ik het over had, hè? Naar Enkhuizen. Ja, die gaan we wel een stukje op, maar die rijden niet helemaal. Lelystad staan. Ja, je kan via Enkhuizen. Dan kan je zo heel mooi, over een mooie weg door het Markermeer volgens mij. Langs Markermeer. IJsselmeer. Hoe IJsselmeer heet het. Kan je zo naar Lelystad rijden. Dat is echt een prachtige route. Dat heb ik al eens een keer gereden met de vrachtwagen. Toen reed ik voor een ander bedrijf. Toen trok ik nog voor een ander bedrijf. Dat was wel een mooi ritje. Kom je wel eens op plaatsen waar je nog nooit bent geweest? Ja, zeker. Gelukkig wel. Ik heb nog regelmatig ritjes die ik nog niet heb gedaan. En deze route heb ik ook wel eens eerder gereden. Al een aantal keer. Ik heb niet elke dag en dan is het alweer leuk om er weer eens een keertje te rijden. Maar het is zeker spannend om routes te rijden die je nog nooit gedaan hebt. Het brengt ook vaak wel een hoop gezoek met zich mee, dat je al op plaats van bestemming even moet zoeken. Maar in de grote lijnen naar de plaatsen toe rijden, ja, dat is nooit het probleem. Ben ik ook al bij verschillende bedrijven geweest. Ja, prachtige route dit hoor. Zeker met dit weer zo. We zijn hier lang aan de weg bezig geweest en het is nu helemaal klaar. Ja, het is prachtig. Een minuutje of 10, dan zijn we er. Nou, de plaspauze heeft er wel degelijk één hele minuut geduurd. Dat is snel gegaan eigenlijk.
hoe wijd het hier nog is en hoeveel groen hier nog is. Er staan hier wel heel veel bedrijventerreinen, tenminste veel, maar die komt er wel tegen. Ja, vind ik mooi om te zien. Zo was het bij ons vroeger ook. Gewoon in de Randstad, dus het wordt helemaal vol gebouwd. Of je in het dorpje woont, ja of nee, maakt helemaal niet uit. Van lieverlee wordt dat allemaal aan elkaar gebouwd. Een kwestie van tijd. Dan maak ik gewoon één grote metropool. Maar hier is nog ruimte. Dat zie je in Groningen ook en in Drenthe. Twente, Achterhoek. De Peel, Brabant. Prachtig. Limburg moet ik zeggen. Er zijn nog hele mooie stukjes Nederland bij hoor. Dat maakt het werk ook wel heel erg leuk. De file van vanmorgen vond ik niks, maar dan zie ik dit maar weer als een beloning. Een prachtige weer heb en dan zo te kunnen rijden. Heerlijk man. Dat is gewoon mooi. Zwaagdijk Oost op de borden. Nou, daar moeten we zijn. Dus dat is mooi. Dit ritje dit viel mee vanaf de Westpoort, gelukkig. Hier moet ik even op gaan letten, want mijn TomTom geeft hier niet helemaal goed aan. Want je weg is vernieuwd. Ik heb de nieuwe kaart er wel geladen. Was het niet beschikbaar. Volgens mij moet ik er zo meteen de eerstvolgende af, als ik niet vergis. Lekker zonnetje. Even midden in de giegel zo, heerlijk. Dat heb ik toch wel liever als ik op een terrasje zit hoor. Dat ik wel lekker in de giegel heb. Maar zo met dit weer rijden is toch wel een feest hoor. Dat is wel prachtig. Thank you.
Zo, nou, Zwagendijk Oost, ik ben er. Ik ben bijna op plaats van bestemming, even een paar minuutjes. En om, zoals je weet, privacy redenen. Voor wat betreft de bedrijven waar ik kom, ga ik uiteraard niet filmen waar ik heen ga. Het is allemaal bedrijfsgevoelige informatie. Wens ik je vanaf deze plek een fijne dag. Tot de volgende video. Dankjewel voor het kijken. En heel graag weer tot de volgende keer. Ik zou zeggen, toedeledokie! Doei!